Goedemorgen nog. Voor alles past mij u te complimenteren en te feliciteren met een klus die goed geklaard is. We weten de verschuiving van taken van het Rijk naar de gemeente op een groot aantal gebieden van primaire overheidszorg, wat in de loop van 2015 een feit is geworden. Zonder de doden, rampen en chaos die voorspeld werden. Er is zelfs geld over. En dat is niet omdat het allemaal niet zo ingewikkeld is of dat het onnodig somber was ingezien. Het is in niet geringe mate de verdienste van de wijze waarop de gemeentelijke diensten die u vertegenwoordigt hun nieuwe taken hebben opgepakt en ingevuld. En dat verdient voor alles felicitaties en een compliment. Misschien bewijs ik in uw ogen daarmee mijn onkunde en zijn er die denken hij moest eens weten. Maar ook de instituties van het slechte nieuws, media en Tweede Kamer, hebben tot dusver geen aanleiding gevonden om rampspoed af te kondigen. En niet omdat het niet geprobeerd is. Zie slechts hoe een meevaller van 320 miljoen voor alles negatief geduid moet worden. Als bewijs dat de diensten hun werk niet doen, dat behoeftigen tekort komen en let op, bij de volgende kabinetsformatie als bewijs dat er nog best wat af kan. Versta me wel, ik misken niet dat de veranderingen voor velen die op de voorzieningen zijn aangewezen niet zonder pijn zijn. Maar zonder zal de zorg in de toekomst niet meer te waarborgen zijn. Er zullen ook zijn die menen dat de zorg en de dienstverlening achteruit zijn gegaan. Gegeven de teruggang in beschikbare middelen zou het opvallender zijn als dat niet het geval was. En bovendien, alles in de wereld gaat erop achteruit naarmate we ouder worden. Misschien is dat meer een probleem van ons geheugen en waarnemen. Als het verleden eenmaal echt achter ons ligt, dan heet het allemaal weer vooruitgang. De transitie is kortom goed gegaan. Nu de transformatie nog. De omslag naar nieuwe methoden, een nieuwe invulling van voorzieningen, nieuwe reguliere werkwijze en realistische verwachtingen. Die transformatie is ingewikkelder en ze is veel meer dan hetzelfde doen, maar dan op een andere manier. Want de keuzes die gemaakt zijn, hebben fundamentele implicaties voor de diensten die met de uitvoering daarvan belast zijn, maar niet minder voor het rechtskader waarbinnen geopereerd moet worden. Voor toezicht, de beoordeling, de rechtsbescherming en voor de verhoudingen tussen overheden. En die keuze hebben ook bredere implicaties voor de verhouding tussen overheid en burger en voor de verdeling van verantwoordelijkheden binnen de samenleving. Die transformatie is nog lang niet afgelopen. We staan pas aan het begin. Wie denkt dat het belangrijkste inmiddels achter de rug is, miskent de implicaties van de gemaakte keuze. Dat is het risico dat de politiek wel keuze gemaakt heeft, maar de implicaties daarvan niet aanvaardt. Dan houdt men zich voor de gek en maakt de diensten die met de uitvoering belast zijn gek. Dat waren te voorkomen. Maar dan moeten voor alles die diensten zelf een duidelijk beeld hebben van die implicaties en een besef met welke maatschappelijke transformatie ze bezig zijn. Niet het minst opvallend van de transitie is dat ze vooralsnog niet heeft geleid tot een heftige politieke beweging om terug te gaan naar het oude bestel. Uiteraard willen sommigen terug naar de oude begrotingen, maar terug naar de oude taakverdeling kent buiten enkele Haagse burelen weinig pleitbezorgers. Het geeft aan dat men algemeen toe was aan de decentralisatie en de veranderingen waar die mee gepaard ging. Zoals integrale beleidsvoering gericht op de behoeften en mogelijkheden van wie zorg behoeven. Beleid op maat. Het wijst erop dat er ook geen wezenlijke andere opties beschikbaar waren. En het wijst er, vrees ik ook op, dat de consequenties en implicaties van de transformatie nog niet ten volle worden doorzien en beseft. Er zijn in de afgelopen jaren onderscheiden motieven genoemd voor de decentralisatie. Besluitvorming dichter bij de burger, doelmatigheid van beleid, betere democratische controle en
oh ja, bezuinigingen. Het heeft een eigen werkelijkheid geschapen van idealistische ambities die daarmee worden beoogd. Maar vooralsnog zijn alleen de bezuinigingsdoelstellingen gerealiseerd. Die werden gewoon ingeboekt. Dat moest ook wel, want collectief gefinancierde zorg en sociale zekerheid waren financieel onhoudbaar. Lees failliet. Collectieve uitgaven voor de zorg en sociale zekerheid groeiden jaar in jaar uit harder dan de economie. Dat werd onmiskenbaar na 2008. In de 6 jaar na de crisis kromp de economie met 3%. De uitgaven voor het openbaar bestuur werden daarop met 7% teruggebracht. De groei van uitgaven voor veiligheid en onderwijs werden beperkt tot respectievelijk 1 en 2%. Maar de collectieve uitgaven voor zorg en sociale zekerheid bleven onverminderd doorstijgen met respectievelijk 25 en 20%. Bij ongewijzigd beleid zouden ze binnen afzienbare tijd 50 of zelfs 60% van het totaal van de collectieve uitgaven belegd hebben. Die ontwikkeling is weliswaar afgezwakt, maar nog niet gekeerd. Ze hangt slechts beperkt samen met de crisis. Het gaat om een structurele groei van verschillen binnen de economie. Prijs- en salarisniveau zijn afgestemd op het productieve deel daarvan. Minder rendabele werkzaamheden zijn naar laaglonenlanden geëxporteerd. En gevolg is dat een deel van de bevolking dat op een uitkering is aangewezen toeneemt en dat ook de hoogte van de uitkeringen dat doen. Er zijn in wezen maar 2 opties. Of alle uitkeringen gelijkelijk verschralen, waardoor ze onvoldoende worden voor wie erop aangewezen zijn. Of selectiever zijn bij de uitkering naar plaatselijke en persoonlijke omstandigheden. Voor dat laatste is gekozen. De omzetting van rechten in voorzieningen en decentralisatie, integraal beleid en beleid op maat waren de vertaling daarvan. Zo is het gekomen. Het impliceert ook dat hoewel men aanvankelijk nog een alternatief had, de verschraling van alle uitkeringen, het onmogelijk is om nu nog weer terug te komen op de gemaakte keuze. Want die houden een paradigmawisseling in. Van gelijke rechten voor iedereen, zonder aanzien des persoons, dat wil zeggen zonder te letten op behoeften, mogelijkheden en inzet, is de wetgever overgegaan op voorzieningen die met aanzien des persoons worden toegekend en die naar plaatselijke omstandigheden en inzichten kunnen verschillen. Hoe fundamenteel de paradigmawisseling is, komt wellicht goed tot uitdrukking in de symboliek van de gotische kunst. Het recht en de ethiek worden daarin beide verpersoonlijkd door een vrouw met een weegschaal. Een vrouw, omdat het bij beide, bij recht en ethiek, om een gevoel gaat en niet om een berekening. En een weegschaal, omdat het gaat om het wegen van gezichtspunten, rechten, aanspraken en belangen. Maar er zijn 2 verschillen. De justitie draagt een zwaard. De ethiek heft vermanend de wijsvinger. En daar hangt het 2e verschil mee samen. De justitie heeft een blinddoek, de ethiek niet. De justitie oordeelt zonder aanzien des persoons, de ethiek met aanzien des persoons. Beleid op maat, rekening houden met plaatselijke en persoonlijke omstandigheden, vergt oordelen met aanzien des persoons. Een justitie zonder blinddoek, kortom. Dat is niet per definitie onrecht. De blinddoek hield vooral verband met het strafrecht. Beleid op maat, ieder het zijne geven, is een niet minder oude, dragende gedachte van het recht. Suum cuique tribore. Maar dat is een veel moeilijker operationeel concept. Als norm voor uitvoering is gelijkheid makkelijker. Men kiest de relevante overeenkomsten en het maken van onderscheid werd aan de wetgever overgelaten. Waar uitvoering aanzien des persoons vereist,
werd dit doorgaans aan gesubsidieerde particuliere organisaties overgelaten. Met de decentralisatie en het concept van beleid op maat is de wetgever overgestapt van gelijkheid als dragende rechtsidee bij de invulling van sociale en maatschappelijke zorg naar ieder het zijne geven. Het maken van onderscheid naar behoeften, mogelijkheden en omstandigheden is daarmee norm voor de uitvoering geworden. Het is een heel nieuwe benadering in de uitvoering van overheidszorg. U bent daar verkenners en pioniers van. Alleen is het wel zo dat het kader, de concepten, de instrumenten en de regels die u daarbij ter beschikking staan, veelal nog berusten op de traditionele idee van gelijkheid. Wat dreigt is dat de jonge wijn van de nieuwe benadering in de oude zakken van traditionele concepten en opvattingen wordt gedaan. De Bijbel waarschuwt al dat de zakken dan zullen scheuren, de wijn wegloopt en de zakken voor niets meer nuttig zijn. Jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen, maar vooralsnog zijn die er niet. Ik verklaar me nader. In tal van gemeenten is inmiddels bij de uitvoering van de nieuwe taken het zogenaamde keukentafelgesprek ingevoerd. In een persoonlijk gesprek met betrokkenen wordt bezien wat de behoeften, mogelijkheden en omstandigheden zijn om zo tot een beslissing op maat te komen over de verstrekking. Feit is echter dat die afspraken vervolgens in het kader van de rechtsbescherming vertaald moeten worden in besluiten die niet als wederzijdse afspraken, maar als eenzijdige beschikking getoetst worden aan algemene rechtsregels die nog vaak uitgaan van de gedachte van gelijke voorzieningen voor ieder. Gelijkheid en toetsing aan algemene regels zijn niet onontkoombaar. Essentie is dat overheidsbeleid niet willekeurig mag zijn. Die vrees voor willekeur hebben we alleen hanteerbaar gemaakt door de gelijkheid aan de hand van regels voor in te vullen. Maar nu ieder het zijne geven de dragende rechtsidee is geworden, kan die invulling niet meer. Maar de norm blijft hetzelfde. Geen willekeur. De nieuwe rechtsidee horende bij de invulling van dat nieuwe rechtsidee van wat wel en geen willekeur is, moet nog worden ontwikkeld. Dan kunnen we afspraken met gerechtigden een rol spelen. Voor beleidsregels is alleen minder plaats. Want dan wordt ieder het zijne al snel weer het gelijke. Beleidsregels hebben nog wel een functie als leidraad bij de uitvoering. Maar ze kunnen niet meer dragende rechtvaardiging zijn van een beslissing. Als ieder het zijne geven uitgangspunt is, behoeft toepassing van een voor ieder gelijke regeling rechtvaardiging, niet de afwijking daarvan. Begint u de omvang te zien van de uitdaging waar u voor gesteld bent en de juridische context van de besluitvorming is niet de enige oude zak waar u mee te maken heeft. Het organisatorisch kader is dat niet minder. Beleid op maat, ieder het zijne geven, impliceert dat het karakter van de uitvoering verandert. Overheidsdiensten die gericht zijn op het verlenen van gelijke diensten en gelijke rechten voor ieder, zijn in Weberiaanse traditie op bureaucratische wijze georganiseerd. Aan de hand van regels worden verschillende gevallen, aan de hand van de overeenkomsten daartussen, steeds op gelijke wijze ambtelijk beslist. Maar als ieder het zijne moet krijgen op basis van een beoordeling van behoeften, mogelijkheden en omstandigheden, vergt dat een hele andere deskundigheid bij de uitvoerder. Die wordt dan van ambtenaar beroepsbeoefenaar, wiens deskundig oordeel in het individuele geval bepalend is. Het impliceert dat de organisatie van de met uitvoering belaste diensten het karakter van een professionele organisatie krijgt. Prestaties kunnen niet gemeten worden in regelmaat
en het aantal zaken dat behandeld is, maar in de resultaten, de deskundigheid van de oordelen en de tevredenheid van de gerechtigden. De hiërarchische, grootschalige diensten zijn daarbij doorgaans minder adequaat. Het werken in teams van beperkte omvang, waarin men elkaar gelijk steunt, met een verscheidenheid aan vaardigheden elkaar aanvult, ligt veel meer voor de hand. Het heeft ook gevolgen voor de sturing, toezicht en democratische verantwoording. Een ambtelijke organisatie stuurt en controleert men door middel van aanwijzingen en regels. Die bieden ook het aanknopingspunt voor toezicht en controle op het functioneren. Wil men andere resultaten, dan wijzigt men de regels. Bij een professionele organisatie werkt dat niet zo. Die wordt gestuurd door gezag, overleg en overtuiging. En controle en toezicht geschieden veel meer door intervisie, visitatie en een vorm van tuchtrecht. Ook de democratische controle wordt beperkt. Als ieder het zijne geven norm is, zullen resultaat en tevredenheid bij de gebruikers bepalender moeten zijn dan de vraag of het bestuur en de politiek tevreden zijn. Die zijn er voor de randvoorwaarden, de middelen en de beoogde doelstellingen en de juridische mogelijkheden, maar de beoordeling van de kwaliteit verschuift naar de gebruikers en de beroepsgenoten. De decentralisatie van taken impliceert ook een andere verhouding tussen overheden onderling. De nieuwe taken kunnen niet in iedere gemeente zelfstandig naast elkaar worden ingevuld. Gemeenten zijn voor de invulling daarvan om tal van redenen structureel op samenwerking aangewezen. Vanwege schaarse deskundigheid, beperkte beschikbaarheid van ondersteunende diensten, de omvang van de relevante arbeidsmarkt en ook de Rijksoverheid is structureel nodig. Niet in de vorm van een voortdurende bewaking door het Rijk, de Tweede Kamer, van de wijze waarop gemeenten hun taken invullen. Ook als het helemaal misgaat, is het niet aan de Kamer, maar aan de gemeenteraad om daar een oordeel over te vellen. Maar dat neemt niet weg dat de Rijksoverheid een ondersteunende rol heeft om het functioneren van gemeenten mogelijk te maken. Als het gaat om de kennisfunctie, om het juridische of organisatorische kader, de organisatie van toezicht, het voorkomen dat verscheidenheid dysfunctioneel wordt. Natuurlijk is het denkbaar om met het oog op de nodige samenwerking gemeenten in steeds grotere eenheden samen te voegen. Valt ernstig te betwijfelen of dat een oplossing biedt. Het is een recept dat past bij het oude concept van gelijke rechten. Dan kan er schaalwinst gemaakt worden. Maar ook dan blijft het vreemd om eerst taken naar gemeenten te decentraliseren, om ze zo dichter bij de burger en naar plaatselijke omstandigheden verscheiden te doen invullen, om vervolgens die gemeente zo groot te maken dat de democratische betrokkenheid snel is verdwenen en de plaatselijke verscheidenheid verloren gaat in een overal gelijke gemiddelde problematiek. Dan had men de taken niet moeten decentraliseren, maar deconcentreren naar regionale rijksdiensten. Grootschaligheid biedt daarom geen antwoord. Het gaat veel eer om het grootschalig organiseren van kleinschaligheid. Decentralisatie leidt tot multilevel governance op het betrokken beleidsterreinen. In dat verband valt de term stelselverantwoordelijkheid vaak. In Den Haag wordt daar doorgaans onder verstaan dat regering en Tweede Kamer zich nog steeds op ieder moment mogen bemoeien met de invulling door de gemeente van hun taken. Die uitleg van stelselverantwoordelijkheid verdraagt zich moeilijk met de wetgeving waarin de verantwoordelijkheden elders zijn gelegd. Déléguer et retenir nouveau is een oud rechtsbeginsel. Men kan niet bevoegdheden en delegeren en zelf behouden. Maar stelselverantwoordelijkheid
kan een zinvol begrip worden als het gebruikt wordt om aan te geven dat ieder van de betrokken overheden medeverantwoordelijkheid draagt voor het functioneren van het stelsel als geheel en daar ook op aangesproken kan worden. Dat zou concrete verplichtingen tot samenwerking of ondersteuning kunnen inhouden, maar ook de plicht om zich te onthouden van beleid waarmee de lasten van de eigen verantwoordelijkheid naar de buren worden afgeschoven. Het is niet mijn bedoeling van deze korte schets van de nieuwe zakken die nodig zijn u bij de pakken te doen neerzitten. Het gaat erom om u te doen zien wat de implicaties zijn van de veranderingen die in gang zijn gezet. Want velen zullen zich voor de gek willen houden en die implicaties ontkennen. De nieuwe invulling zal veelal eerst werkende weg gevonden moeten worden voordat anderen daardoor overtuigd worden. En die invulling zult u moeten vinden. Zo bijvoorbeeld de invulling van wat wel en niet willekeurig is. Anders zal rechtsbescherming onvermijdelijk weer uitkomen op gelijkheid. Want dat is de weg van de minste weerstand. Evenzo zal eerst in de praktijk invulling gegeven moeten worden aan de professionele kwaliteiten en vaardigheden die vereist zijn, de wijze waarop die geleerd en ontwikkeld kunnen worden, alsmede de wijze waarop die gewaarborgd kunnen worden. En in dat kader is het verstandig zelf reeds methoden te vinden om ook de cliënten gezamenlijk te betrekken bij de wijze waarop de kwaliteit wordt bewaakt. Want anders is men kwetsbaar voor de eerste ontevreden burger die naar de pers of de politiek loopt. U kunt maar beter niet wachten tot anderen een antwoord hebben gevonden op deze vragen, want dat leidt onvermijdelijk tot een discussie over de bredere maatschappelijke implicaties van de veranderingen die in gang zijn gezet. Ik had daar nog op in willen gaan, maar gelet op de klok zal ik dat nu overslaan. Alleen op één punt is opmerkelijk dat er wel gesproken wordt over de mogelijke implicatie van decentralisatie en de andere opzet, als het gaat om de kosten. In Nederland zijn we altijd vaardig om snel te bezien hoe we voor een dubbeltje op de eerste rij kunnen zitten. Ook hier vrees ik. Gesteld wordt dat nu gemeenten primair verantwoordelijk zijn voor de invulling van de sociale en maatschappelijke zorg, ze ook de middelen moeten hebben voor een eigen invulling. Daartoe zou het gemeentelijk belastinggebied verruimd moeten worden. Bijkomend argument is dat als zorg van gemeente tot gemeente kan verschillen, het onredelijk is dat als men daar gelijkelijk voor belast wordt. Ik besef dat die denkwijze inmiddels vrij breed aanvaard is. Ik moet mij dus voorzichtig uitlaten. Gemeenten willen al lang een uitbreiding van hun belastinggebied, maar toch roept deze motivering bij mij een associatie op met Virgilius. Timeo Danaos et dona ferentes. Dat betekent: ik vrees de Grieken, lees het Rijk, ook als ze met cadeautjes komen. Uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied dreigt een scheve verhouding nog schever te trekken. Belastinggebied is een verhullende term voor belastbare burgers, u en ik dus. Nu is het een feit dat de lasten van sociale en maatschappelijke zorg niet gelijkelijk over alle gemeenten zijn verdeeld. Zie slechts het recente SCP-rapport. En ik ben bang dat de verdeling van de gegoede belastbare burgers wel eens omgekeerd evenredig zou kunnen blijken met de verdeling van de sociale problematiek. Dat gemeenten met een omvangrijke sociale en maatschappelijke problematiek juist ook de gemeenten zijn met een wat minder gegoede burgerij. De motivering is ook niet steekhoudend. Taken die door decentralisatie bij gemeenten zijn gelegd, worden in medebewind uitgeoefend. Gemeenten kunnen niet autonoom beslissen om geen bijstand, jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning te bieden. De Centrale Raad heeft dat vorige week nog vastgesteld. Daarom worden ze ook uit rijksmiddelen bekostigd. Dat uitgangspunt biedt ook de beste bescherming tegen overmatige bemoeizucht vanuit Den Haag. Nu kan men bij nieuwe wensen vanuit de Tweede Kamer, en die zullen er zijn,
eisen dat er dan ook de middelen bijgezet worden en die zullen er doorgaans niet zijn. Wordt aanvaard dat nationale taken uit lokale middelen bekostigd kunnen worden, dan zal dat snel een steeds groter deel van de lasten worden afgeschoven en kan men zich daartegen niet verzetten. Het argument dat men niet gelijkelijk belast kan worden voor verschillende rechten miskent dat er nog steeds sprake is van gelijke rechten. Ieder het zijne. Uiteraard verschilt de invulling daarvan van geval tot geval, maar het is hetzelfde recht. De wetgever is overgestapt van gelijkheid naar ieder het zijne als dragend rechtsidee bij de invulling van sociale en maatschappelijke zorg. Dan kan men niet bij de invulling nu eens het ene, dan weer het andere rechtsidee toepassen. Dat is procrastineren, zo genaamd naar de herbergier uit de Griekse mythologie, Procrustes. Die had de nare eigenschap om reizigers die bij hem overnachten, 's nachts aan de maat van het bed aan te passen. Was de gast te kort, dan rekte hij ze wat uit. Was hij te lang, dan hakte hij wat van hun ledematen af. En na hun dood eigende hij zich hun goederen toe. Er kunnen goede redenen zijn om het gemeentelijk belastinggebied uit te breiden. Maar ik ben bang dat met de redenering rond de financiering van de sociale en maatschappelijke zorg gemeenten op gelijke wijze geprocrastineerd dreigen te worden. Ik kom rondaf. Het is nog te vroeg voor een evaluatie van de veranderingen die in gang zijn gezet. Het begin is er, maar de transformatie moet nog komen. Het is een niet geringe opgave waar u voor staat. Bij de veranderingen die in gang zijn gezet gaat het niet om meer van hetzelfde op een andere manier, maar om een heel nieuwe benadering en aanpak van de vragen van zorg en sociale zekerheid. U bent voor de taak gesteld om daar vorm en invulling aan te geven. En daarbij zult u regelmatig oplopen tegen de overtuiging bij anderen dat er wel wat veranderd is, maar dat voor het overige alles bij het oude blijft. Maar blazen en het meel in de mond houden kan niet. Dan houdt men zich voor de gek en laat u zich gek maken. Ik heb geprobeerd u te schetsen wat er nodig is. De beperking van onze reden is dat het een wat rechtlijnig hulpmiddel is. Bij alle redeneringen dreigt altijd een zeker beleidsmalthusianisme, namelijk dat we de veranderingen rechtlijnig doortrekken om dan terug te schrikken voor de knelpunten en de schrikbarende consequenties daarvan. Dan is de conclusie al gauw, laten we er maar niet aan beginnen. Maar die keuze heeft u niet meer. De wetgever heeft de verandering in gang gezet en u moet ze nu uitvoeren. Troost u daarom met de gedachte van vader Cats. De mens lijdt vaak het meest aan het lijden dat hij vreest, maar dat niet op komt draven. Onze somberste voorspellingen vallen vaak mee. Maar denk niet dat er niets aan de hand is, want u betreedt een nieuw gebied, de invulling van de rechtsidee ieder het zijne geven, met alle maatschappelijke implicaties daarvan. Ga niet wachten tot anderen de vragen en knelpunten oplossen, maar tracht werkende weg, al experimenterend, nieuwe wegen te vinden. Indachtig het motto van Willem de Zwijger: men hoeft niet te hopen om iets te ondernemen, nog te slagen om te volharden. De rechter zal soms corrigerend optreden of wegen afsluiten, dat is zijn rol. Uw taak is om u niet stuk te lopen op de afwijzing van de rechter, maar te kijken hoe u de uitspraken integreert in het beleid. En bij dat alles gaat het erom steeds voor ogen te houden wat de inzet is. Inzet is mensen tot recht laten komen in een samenleving waarin we steeds meer lijken te vergeten dat ieder mens de medewerking, steun en soms hulp van anderen behoeft om tot recht te kunnen komen. Overheidsdiensten kunnen daarbij behulpzaam zijn. De wetgever kan dat met rechten en plichten ondersteunen. Maar de overheid zal niet de plaats kunnen innemen van de ander. En het recht zal niet persoonlijke relaties kunnen vervangen. Als dat uw inzet is,
zult u snel ontdekken dat de invulling van ieder het zijne geven vele malen interessanter en bevredigender is dan ieder het gelijke geven. Maar het is ook aanzienlijk moeilijker. Dank u.